Nog even goed de stembanden loszingen. Straks moeten ze voor het echi. Ja, mooi, mooi. De kinderen doen mee aan het beroemde muziekstuk De Matthäus Passion. En omdat er geen publiek in de kerk mag, staan overal camera's. Daar staat er dus één. En hier en daar. Dit hier is eigenlijk het allerbelangrijkste, want daar wordt het geluid mee opgenomen, zodat ze het thuis ook goed kunnen horen. Nog één keertje, das hat. Nou, ik zie vaak dan wel eens mensen bijvoorbeeld zo zitten. Of misschien krijgen ze zelfs wel tranen in hun ogen. Dan denk ik eigenlijk, wauw. dat je het zo mooi vindt of leuk vindt om naar te luisteren. De Duitse componist Johann Sebastian Bach schreef de Matthäus Passion meer dan 300 jaar geleden. Het muziekstuk gaat over de laatste dagen van het leven van Jezus. Over zijn kruisiging en zijn dood. Dat herdenken christenen over de hele wereld op Goede Vrijdag, vandaag dus. Je moet wel met gevoel zingen. Je moet wel weten van is dit een boos stuk of is het juist een blij stuk. Maar dat wordt vaak wel verteld. Maar we zingen ook wel in het Engels of in het Latijns. Ja, je hoort het goed. Deze kinderen kunnen echt super hoog zingen. Daar moet je veel en heel hard voor oefenen. Het onder controle hebben. En als je dat niet hebt, dan kan je het niet goed zingen. Dan kan je geen mooie klank maken. En daarvoor moet je natuurlijk oefenen. Dus ik denk wel dat iedereen het kan. Elke week zing ik gewoon een paar keer door en alles. En ook overal eigenlijk waar ik ben. Nou, behalve op school, maar dan zing ik ook gewoon wel. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik vind het echt geweldig dat ik erbij mag zingen. Net zoals Levi vertel ik het ook vaak aan mijn klasgenoten. Maar die worden vaak wel een beetje gek van, omdat ik het er soms iets te vaak over heb. Ja, ze gaan nu echt bijna beginnen. Ik doe niet mee, lijkt me beter. Ik ga gewoon thuis de livestream kijken.